Goedemorgen en welkom bij het beursjournaal van dinsdag 11 november. Het Chinese steunfonds voor de economie heeft de beurzen slechts één dag lucht gebracht. In Amerika en Azië is de vrees voor een globale recessie weer opgedoken, wat een negatieve invloed heeft op Europese beurzen. De AEX opent naar verwachting 2% lager. Nu het bedrijfsnieuws. De ondernemingskamer heeft de AFM en de Nederlandse Bank gevraagd om hun mening over de jaarrekening over 2007 van Aegon. Volgens een pensioenfonds zou Aegon een bedrag van 1,7 miljard euro onterecht opvoeren als eigen vermogen. Crucel heeft voor het eerst in haar geschiedenis winst gemaakt. Het grootste beursgenoteerde biotechbedrijf van Nederland volgde bij de presentatie van de kwartaalcijfers tevens de omzetverwachting voor 2008. Dan het nieuws over de Amerikaanse beurs. Wall Street ging gisteren voortvarend van start dankzij het Chinese steunplan voor de economie. Later in de handel kregen zorgen over de toestand van de Amerikaanse economie echter toch weer de overhand. General Motors verloor ruim 30% op geruchten dat het volgend jaar serieus in financiële problemen gaat komen. De Dow Jones eindigde 1,19% lager op 5.802 punten. Tot slot de Aziatische beurzen. Aziatische beleggers pikten het negatieve sentiment uit Amerika op. Exporteurs en autoproducenten stonden onderaan. De Nikkei-index noteerde 8.809 punten, een verlies van 3%. Dit was het beursjournaal voor vandaag. Een fijne dag nog en graag tot morgen.